Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat ik 3 rondjes draai? Dat was er al 1, 2, 3. Perfect. Vandaag is er een nieuwe update in Brookhaven. Door mij. Lopen er nou mensen op dat dak daar? Is daar nou iemand gitaar aan het spelen voor een camera? Dit is weer zo'n vreemde dag in Brookhaven. En deze update is het Mystery Wheel. Dit wheel bepaalt wat ik moet gaan doen en wat ik moet gaan gebruiken in Brookhaven. Oké, het eerste item wat we moeten gebruiken, dat is... Oh, ben je serieus? Het is de slaapzak. En ik hoef jullie denk ik niet uit te leggen waarvoor de slaapzak wordt gebruikt. We leggen hem neer en we kunnen... Oh, vastzitten in de deur. Nee, we kunnen naar binnen toe. Hallo? Is daar iemand? Wow, dit huis kies ik bijna nooit. Zit hier een geheim? Waar is de kluis hier? Hier eigenlijk. Wacht even. Oh, hier niet. Misschien hier. Oh, nee, Job. Maar hey, zie je het zo? We hebben aan het item volbracht. Maar nu wil ik graag mijn eigen voertuig. Laten we kijken welke dat vandaag gaat worden. Ik hoop niet op een skateboard. Ik hoop op de supercar. Kom op. Kom op. Oh, ben je serieus? Nee! De heftruck! Oké, we scrollen helemaal naar beneden. Want deze is best wel nieuw. Oh my gosh. Mensen denken waarschijnlijk dat ik spullen kom ophalen. Oh, ik had liever die wagen gehad. Ach ja, zie het zo. Hier gaat iemand zometeen een huis bouwen, zie ik. Dus misschien dat wij daarmee kunnen helpen. En ik kan hem wel sneller maken. Dus misschien is het zo erg nog niet dat dit ons voertuig van vandaag wordt. De regels zijn namelijk wel dat wij ons echt aan het mystery wheel moeten houden. Wat het ook gaat zijn. Oeh, kijk. Er staat open huis. Oh, dat klinkt goed. Dus we mogen hier... Oh, ik zit vast. Dus we mogen hier kijken of we dit willen kopen. Hoe duur is het huis? 100 miljoen Robux. Oké, even kijken wat ik heb. Niks. Ik ga er weer vandoor. Oh... Wat? Hey, ik hoor niet bij het huis. In ieder geval, het wordt alweer nacht. Dus ik ga de heftruck in. En dit wordt misschien wel de belangrijkste spin van vandaag. Want deze gaat namelijk bepalen waar wij wonen. Ik hoop op het nieuwe huis. Laten we kijken welke het wordt. Of het YouTube-huis, dat zou ik ook goed vinden. Maar niet het spookhuis. Alles behalve het spookhuis. Oké, wat gaat het zijn? Oh, bijna het spookhuis. Maar we hebben deze. En dit huis heeft toch wel een speciaal plekje in mijn Roblox hart. Dit is namelijk het eerste huis wat ik leerde kennen. Waar een mega groot geheim in zit. Ken jij het geheim? Reageer het dan voordat ik het laat zien. Want hier komt hij. Het geheim is deze appel. Nee, dat is niet het geheim. Het geheim is dat als je hier via de trap naar beneden loopt... Er is eerst een mini-geheim, dat weten veel mensen niet. Maar je kunt je hierin verstoppen. Best wel een goede verstopplek. Maar het echte geheim, dat zit achter deze boekenkast. Dus als je namelijk goed kijkt, zit hier een knop waar je op kunt drukken. Dan gaat de boekenkast open. En dan is dit hier de geheime kamer. Maar dat is niet alles. Als je namelijk de laptop erbij pakt... en je gaat dan op elke stoel in deze kamer zitten... goed opletten naar het scherm van de laptop. Ja, kijk, dan wordt die groen. En dan zouden we, als het goed is, iets hebben ontgrendeld. Namelijk een knop die helemaal hierboven bovenaan zit. En als we daarop drukken, hebben we als het goed is nu een ingang geopend in deze geheime kamer. Ja, en dan kunnen we hier naar beneden. Hebben we de laptop. En als je dan goed naar de laptop kijkt, dan zie je daar een plaatje op staan van Wolfpack, de maker van Brookhaven. En als je daar dan op klikt... Of nee, wacht. Waar moet je ook weer op klikken? Oh nee, laat maar. Het is aan de bovenkant van de laptop. Dan hoor je een geluidje. Maar nu moeten we natuurlijk nog de kleur van ons huis kiezen. Tenminste, niet wij, maar het mystery wheel. Ik hoop op groen. Ik hoop niet op geel, want dat is die al. Dat zou een beetje saai zijn. Welke kleur hoop jij? Reageer het hier beneden. De kleur waarin wij ons huis moeten veranderen, dat is... Yes! Oh, dat is mijn kleur. Dat is inderdaad groen. En dat ziet er best wel tof uit. Want we hebben dit huis namelijk hier in de natuur. Dus nu gaat het daar mooi in op. Wow, moet je dat zien? Een limousine. Laten we daarin gaan. Dat mag niet. De hele video lang mogen wij alleen maar de heftruck gebruiken. Maar het is inmiddels weer dag. En ik heb eigenlijk best wel zin om wat leuks te doen. Maar dat is niet aan mij. We hebben hier allerlei winkels en gebouwen staan. En het mystery wheel gaat dus bepalen wat wij vandaag gaan doen. Hoop op de ijswinkel. Maar het is... Oh nee, het is de bank. Sorry. Waarschijnlijk is dit de eerste bankoverval die in Brookhaven is gedaan door iemand in een heftruck. Voor alles een eerste keer. Laten we hem alvast zo snel mogelijk maken met de turbo aan. Want ik denk dat we zometeen moeten wegkomen van de politie. Oh my gosh. Oké, daar gaan we. Ik hoop niet dat we gesnapt worden. In het begin, toen ik net begon met Brookhaven spelen, deed ik dit natuurlijk best wel vaak. Maar als je Brookhaven dan al een tijdje speelt, dan op een gegeven moment besef je... Je hebt er eigenlijk niks aan. In ieder geval, we hebben de Robux. En veel mensen ontsnappen dan via hier. En de politie weet dat. Waardoor ze dan meestal aan de andere kant staan. Dus in plaats daarvan heb ik een veel slimmere ontsnappingsmethode. Je zet namelijk het matras aan de bovenkant van de kluis neer. Daar spring je dan in, zodat je hierboven bent. Nou, en als je dan hierboven bent, heb je een mini schuilplek. Daar kun je al even tot rust komen. En dan zet ik hier een matras neer, waardoor ik aan deze kant buiten ben. En dan heb je zelfs nog een klein extra detail. Voor als de politie je toch vindt. En dat is aan deze kant, waar je dan als het goed is ook gewoon kunt ontsnappen. Zo kom je in principe altijd weg. En ik hoef denk ik niet te vertellen dat als je op deze lamp drukt, dat er hier een luik open gaat en dat je perfect naar beneden kan. Alleen hou er wel rekening mee dat als je hier bent en je denkt slim te zijn om weer een matras neer te zetten, dat dat misschien niet zo slim is. Maakt
niet uit. Maar om eerlijk te zijn, hier wil ik een tweede kans bij. Ik geef mezelf gewoon een extra spin aan het wheel om te kijken wat we nog meer moeten doen in Brookhaven. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar het is... Oh, dat is helemaal niet zo erg. Het is namelijk al wat later in de avond. Dus eigenlijk komt dit best wel goed uit. Wij mogen namelijk naar het winkelcentrum. En jullie weten natuurlijk wat dat betekent. Dat betekent popcorn, hier naar binnen en dan lekker genieten van een goede film. Oeh, wacht even, deze film heb ik nog niet gezien. Dat is meneer Brookhaven die een soort van kristal vindt. Kijk ook hoe ik in die stoel lig. Waar gaat deze film dan over? Mr. Brookhaven die zit met zijn paard. Oh, dit is het moment waarop hij Brookhaven bouwt. Zo zag het er dus vroeger uit. En hij heeft iemand leren kennen die zegt, hallo meneer Brookhaven. Ah, hier is die begonnen met bouwen. Dit is zo cool om te zien. Ik mag het mystery wheel wel dankbaar zijn. Oh my gosh, meneer Brookhaven is aan het graven en heeft allemaal goud gevonden. Wacht even, moeten we dat de volgende video proberen? Om overal te graven en te kijken of wij ook goud kunnen vinden? Nou, laten we naar huis gaan. Oeh, ik heb eigenlijk best wel trek. Gelukkig heb ik mijn popcorn. Oh, wacht. Die mag ik niet eten. Ik mag namelijk alleen eten wat het wheel, het mystery wheel, mij zegt dat ik mag eten. Ik hoop op verjaardagstaart. Of een koekje. Of een suikerspin. Het is... Oh, ik had gelijk. Het is een suikerspin. Het enige nadeel van suikerspin. Ik word er altijd zo druk van. Dat is precies wat ik bedoel. Wow, het is best wel rustig hier. Eens even kijken of er wel huizen zijn überhaupt. Wat? Heel de server is leeg. En als het goed is, is dit geen privé-server. Nou, maakt niet uit. Dat geeft mij de kans om naar een geheim te zoeken. Tenminste, de mystery wheel bepaalt dat. Hier hebben we een aantal geheimen. En het mystery wheel gaat bepalen welk van de geheimen wij moeten onderzoeken. Oeh, ik ben heel benieuwd welke het gaat worden. Ik vind ze eigenlijk allemaal heel gaaf. Welke is dit? Ah, deze kennen we allemaal. En grappig genoeg is dit waarschijnlijk mijn lievelingsgeheim. Omdat het allereerste geheim is wat ik ooit in Brookhaven leerde kennen. Namelijk de geheime gang onder het zwembad. Maar dat is eigenlijk best wel grappig. Want we hebben dus net het eerste geheim gezien wat ik ooit heb leren kennen. En dit hier is suikerspin. Sorry, ik heb nog steeds trek. En dit hier is de laatste. En nu denk je natuurlijk, Job, deze heb je al een paar keer laten zien. Nou, ik ben tot een nieuwe ontdekking gekomen. Niet alleen door op de dwel te drukken en hier naar beneden te gaan. Wacht, ik kan het eigenlijk pas vertellen als ik weer op deze knop hier druk. Heel snel deze kant op loop om de kluis te openen en de Robux te pakken. Want jullie weten immers al dat je anders hier niet naar beneden kan. Maar als je hier dan beneden bent, dan is deze muur leeg. En als je dan ergens onder het bureau drukt, dan komt daar een agency poster. Maar heel veel mensen hebben mij verteld dat ik het spel te slim af kan zijn. Je kunt namelijk bij de props kan je zelf ook allemaal borden en posters kiezen. Zo kan ik bijvoorbeeld hier allemaal openingsborden hangen. En ik ben dus heel benieuwd wat er dan gebeurt als ik op de knop druk. Misschien word ik wel geband, ik weet het niet. Oké, onthoud wat er nu staat. Ik maak mezelf even wat kleiner. Kijk, dit staat er nu en dan drukken we nu onder het bureau. Hupsakee. Het staat erachter. Kijk maar, als je goed kijkt, het heeft helaas geen zin gehad. Oh ja, er zijn wel veel mensen die zich afvragen wat er in dit koffertje zit. Want kijk, je kunt het papier eruit pakken. Alleen als je dan inzoomt, kun je echt niet lezen wat er staat. En hetzelfde geldt eigenlijk voor dit bureau. Want kijk, er ligt hier een soort van map met papier erin. Maar wat erin staat, dat weet niemand. Maar nu wordt het echt spannend. Het wheel gaat bepalen of ik wel of geen premium mag gebruiken. Alsjeblieft, geef mij premium. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee. Ik mag geen premium meer gebruiken. Wel een taco? Ja, Bob. Maar daar heb ik niks aan. Misschien stel ik me een beetje aan. Want ik weet dat er genoeg mensen zijn zonder premium. Abonneer voor meer. En adios.